Fatima Elatik, je wou iets kwijt over de alcoholisten, zei je tegen me. Dus op Amsterdam Centraal, zeg het maar. Ja, ik pleit voor gebruikersruimte voor langdurige alcoholisten. Omdat onze langdurige alcoholisten steeds weggestuurd worden en weggepest worden van parken en publieke ruimte. Terwijl het mensen zijn die 30 of 40 jaar lang al de alcohol zijn en die gewoon zorg nodig hebben. Niet nog meer bonnen en boetes dat ze niet mogen hangen op plekken, maar dat ze gewoon geholpen worden. En ik vind dat gewoon het meest sociaal is dat wij als samenleving hulp en zorg voor mensen die hard nodig hebben. En denk je dat ze dat zelf willen? Nou ja, als ze dat zelf niet willen, dan het zijn vaak ook zorgmeiden. Er zijn alle andere mogelijkheden om ze toch gedwongen om daar gebruik van te maken. Want zoals het nu gaat, het opjagen uit parken en bankjes, dat is gewoon geen optie meer. Dus uit het Oosterpark of hoe het daar bij jullie allemaal heet, het mag allemaal niet meer. Of ze bij ons het Oosterpark nou hangen, of in de portieken, of in het Safaripark, of in het centrum. We jagen ze steeds op en ik denk, is dat nou wat we willen als samenleving? Of zeggen we gewoon, deze mensen moeten een dagbesteding hebben en hulp nodig hebben? Ik denk het laatste. En denk je dat je daar steun voor hebt? Of weet je, dat weet je natuurlijk al. Ik denk dat ik daar wel steun voor heb. Ik merk ook dat andere collega's dat er volgens ook heel veel last van hebben. En ook met hun handen in het haar zitten. Ik kan in mijn hoofd, maar zij in hun haar. Wat moeten we hier nou mee? Het is steeds opjagen, opjagen, opjagen. Het is eigenlijk niet meer menselijk wat we doen. Maar kan het juridisch? Het kan juridisch. We hebben ook gebruikersruimtes voor langdurige heroïneverslaafden. En er zijn voorbeelden in het land, in het kamp. Breda heeft volgens een gebruikersruimte in zorg. En dagbesteding aan elkaar gekoppeld worden. En ga je ze dan ook gratis alcohol verstrekken, zoals met de heroïne? Dat weet ik allemaal niet. Maar ik daar moet je over nadenken. Dat laat ik het liefst aan zorgpartners over die er veel meer verstand van hebben. Het belangrijkste is dat de druk die nou op de openbare ruimte zit, dat vermindert. Dat de mensen minder overlast van hebben. En dat de mensen zelf, waar het over gaat, de hulp krijgen die zo noodzakelijk is. Het lijkt me een fantastisch plan, Fatima. Ik hoop de burgemeester het oparmt en de wethouder zorg ook. Goed zo. Dank je wel. Alsjeblieft.